Welkom bij mijn podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. Ik ben Ona Nijland, natuurgeneeskundig therapeut en kruidengeneeskundige. In deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van kruiden en het leven met de elementen. Ik heb mijn eigen praktijk, Green Goddess, een online membership, de Herbal School, en ik ben docent kruidengeneeskunde, waarin ik mijn studenten alle mogelijke manieren begeleid in de liefde voor kruiden. In deze podcast neem ik je ook mee in mijn liefde voor kruiden, natuurgeneeskunde en alles wat erbij komt kijken. Als je dit luistert, zou ik het ontzettend leuk vinden als je me wilt taggen op Instagram. Als je deze podcast luistert, dan zal ik hem voor je delen. En je helpt me ook enorm als je een review achter wilt laten, want dan word ik ook weer hoger gerankt in iTunes en Spotify. Oké, hier komt de podcast. Veel plezier! Hey, welkom bij een nieuwe podcast. En vandaag wilde ik weer een kruid onder de aandacht brengen. In het zonnetje zetten. Een ode aangeven. En ik kreeg laatst een vraag van iemand waar Sint-Janskruid goed voor is. Dus ik dacht, nou, dat is een mooie gelegenheid om daar een podcast aan te wijden. De vraag kwam een aantal weken geleden. Toen was het 24 juni, inmiddels is het juli dat ik dit opneem. Maar 24 juni is de dag van Sint-Jan. En dat is ook de dag dat Sint-Janskruid over het algemeen geoogst wordt. Omdat de zon dan op zijn krachtigst is, of net is geweest. En er heel veel zonnekracht in de plant zit. En daaraan kan je eigenlijk gelijk al zien waar de plant het meest voor werkt. En wellicht weet je dat ook, want het is het meest bekende natuurlijk antidepressieve wat er is. En daar wordt Sint-Janskruid ook voor ingezet als een natuurlijke antidepressieve. Ik weet dat er vanuit de geestelijke gezondheidszorg ook proeven zijn met kruiden. En onder andere Sint-Janskruid en ook lavendel. Om deze werking, en dan met name van Sint-Janskruid, om de werking tegen tegen depressiviteit, moet ik zeggen. Maar ik ga hier in de podcast uitleggen dat Sint-Janskruid in mijn optiek eigenlijk net iets anders werkt. Het is een beetje kort door de bocht om te zeggen dat Sint-Janskruid tegen antidepressiviteit werkt. Of tegen stemmingswisselingen. Of tegen iets. Dat is een beetje kort door de bocht. Nou, daar kom ik straks wel op in mijn verhaal. Sint-Janskruid, Hypericum perforatum, is een prachtig plantje, dat allereerst. En ik heb haar in mijn studie, of hem, het is een mannelijke plant. Planten zijn eigenlijk onzijdig. Ik heb het kruid in mijn studie mogen bestuderen. Nou, toen, dat was in de winter, dus toen groeide er niks. Dus dat was een beetje onhandig. Maar nou, alle planten die ik in mijn studie echt voor bepaalde opdrachten heb moeten bestuderen, zijn altijd wel in mijn systeem gebleven. Nou, en Sint-Janskruid is daar één van. Gulderoede is daar ook één van geweest. En varkensgras heb ik ook gehad. Die heb ik een aantal jaar mogen volgen. Dus varkensgras ken ik wat beter. Het is een vrij onbekend kruid. Maar goed, Sint-Janskruid is, wat ik zeg, het wordt ingezet als een natuurlijk depressieve. Maar ik moet hier gelijk een kanttekening bij zetten, want ga hier zelf niet mee experimenteren. Doe dit echt onder begeleiding van een fytotherapeut. Iemand die hier verstand van heeft. Want Sint-Janskruid heeft een reactie met medicatie. Als je antidepressiva gebruikt, mag je niet Sint-Janskruid erbij gebruiken. Dat is iets algemeen bekend is. Dat zullen ze je ook bij drogisterijen als De Tuinen en Holland & Barrett heet het. En andere van dat soort winkels. Zullen ze je dat, als het goed is, vragen en dan niet verkopen. Want wat Sint-Janskruid doet, of wat kruiden in het algemeen doen, is het versterken van je systeem. En wat medicatie doet, even kort door de bocht. Medicatie versterkt niet je systeem. Medicatie dempt de klacht. Haalt ook niet de klacht weg, maar dempt de klacht. Dus op het moment dat jij antidepressiva gebruikt voordat je depressief bent, dit soort klachten heeft waardoor je deze medicatie voor hebt geschreven, dan wordt je systeem
gedempt, waardoor je deze klachten minder ervaart. Het wil ook niet zeggen dat je vrolijker wordt, maar het wordt gedempt. Wat Sint-Janskruid doet, is je lever versterken. En dit doen heel veel kruiden. Dus sowieso met antidepressieven moet je altijd oppassen met kruiden. Omdat dit een tegenwerking op elkaar kan hebben. Kruiden in zijn algemeen, en zeker kruiden die op de lever werken, versterken je lever. En je lever breekt stoffen in ons lichaam af die niet voedend zijn. Die niet lichaams-eigen zijn. En over het algemeen is medicatie niet lichaams-eigen. Het zijn allemaal chemische stoffen die niet lichaams-eigen zijn. Vanuit planten is dat heel anders, omdat planten nemen we in zijn geheel in vanuit de fytotherapie. Dus je neemt alle inhoudstoffen in van een plant. Gollegogum of een gollereticum is, wat levergerelateerde kruiden zijn. Er zitten ook vaak bitterstoffen in. Of slijmstoffen. Of looistoffen. Of flavonoïden. Of etherische olie. Er zitten altijd een opsomming van verschillende inhoudstoffen. Of glycosiden. Weet je, er kunnen allerlei verschillende inhoudstoffen zijn. De ene kruid heeft er meer dan de andere. En dat tezamen maakt de werking van het kruid. Kruiden werken ook tot op je cellen en zorgen dat je celstructuur verbetert. Dat cellen die niet meer voedend zijn, dat die afgevoerd worden, afgestoten worden, maar dat klinkt wel heftig, maar gewoon uitgescheiden worden. Dit is een proces wat constant in ons lichaam gebeurt, of je nou kruiden gebruikt of niet. Alleen wat kruiden doen, is het versterken. En je lichaam, het zelfgeneest vermogen van je lichaam aanzetten, zodat je lichaam dat nog meer gaat doen. En Sint-Janskruid doet dit voornamelijk op je lever. En als je lever aan wordt gezet om goed te gaan kijken van, hé, wat is nou voedend voor mij en wat niet, en je gebruikt medicatie, dat kan zelfs de pil zijn, kan dat invloed hebben op de medicatie die je gebruikt. Dus bijvoorbeeld bij de pil zou die minder betrouwbaar kunnen worden. Nou moet ik hier ook weer een kanttekening bij zetten, want dan gaat het wel om hele hoge doses. En als ik vanuit mijn eigen praktijk spreek, gebruik ik vrij lage doses om het meer op een energetisch level mee te pakken. Dan gebeurt de fysiek al genoeg. Ik ben meer van een kleine prikkel geven en dan het lichaam laten uitresoneren en het lichaam de rest laten doen. Maar er zijn ook fytotherapeuten, zeker in België, die vrij hoog doseren. In België is de standaard sowieso hoger als in Nederland. Dus ja, kortom, dit verhaal even afrondend. Doe dit niet alleen als je medicatie gebruikt. Dus ook de pil niet. Dus wees hier zorgvuldig in. En dit geldt eigenlijk voor elk kruid, maar zeker met Sint-Janskruid. Werk hier zorgvuldig in. Nou, wat ik al een paar keer gezegd heb. Sint-Janskruid is een natuurlijk antidepressivum. Het wordt niet voor niets in de tijd met dat de zon op zijn krachtigst is geoogst. Want dan zit er het meeste lichtkracht in. De meeste zonnekracht. En wat ontbreekt er vaak bij mensen die stemmingswisselingen hebben, depressiviteit in alle vormen en maten die er zijn? Licht. Mensen zijn donker. We zien alleen maar de donkere dingen. We kunnen het licht niet meer zien in onszelf niet, in het leven niet, in heel veel dingen niet. En dat is precies wat Sint-Janskruid komt brengen. Licht. Maar wel dat je dat weer in jezelf mag gaan zien. En ik zet Sint-Janskruid best wel vaak in, zeker de afgelopen 2 jaar. Met het hele corona-verhaal. En dat heeft natuurlijk behoorlijk wat weerslag op mensen. Er zijn heel veel angsten aangeraakt. Heel veel pijn aangeraakt. Nou, op allerlei lagen. Weet je, ik hoef het allemaal niet te noemen. Iedereen weet wel wat er is gebeurd. En wat Sint-Janskruid daar met deze vrouwen doet. Weet je, die hoeven niet eens echt depressief te zijn. Maar alleen al stemmingswisselingen of neerslachtigheid. Nou, ik heb in mijn vorige podcast verteld dat mijn relatie, dat ik die verbroken heb. En
na die tijd heb ik ook Sint-Janskruid gebruikt om mezelf licht te geven en ook het geluk in het leven te zien. En dat betekent niet dat ik de donkere kanten niet meer zag. Want ik ben door een donker diep dal gegaan. Niet alleen het afgelopen half jaar, maar al wat langer. Dat mag er ook zijn. Het is niet dat. Dat vind ik het mooie aan Sint-Janskruid. Het is er allemaal. Alleen de scherpe, de rauwe randjes gaan eraf. Waardoor je ook makkelijker naar die donkere kanten kan kijken. En het kan helen. En wat zeker heel belangrijk is met dit soort klachten, neerslachtigheid, stemmingswisselingen en depressiviteit, weet je, de donkere kanten van het leven, laat ik ze maar even zo noemen, is heel bewust kiezen voor het leven. Elke dag, als je opstaat, bewust kiezen van ik wil vandaag leven. Ik wil vandaag een leuke dag. Ik zeg heel vaak, of ik vraag heel vaak of er een wonder mag gebeuren als ik wakker word. Ik zet heel vaak een intentie voor de dag als ik wakker word. Ik stap heel bewust mijn bed uit als ik wakker word met vandaag gaat het een fijne dag worden. En wat ik in de vorige podcast ook al zei, ik ben nooit echt depressief geweest. Maar, en ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat het soms ook denkt, nou, weet je, ik ben zelfstandig ondernemer, dus in principe bepaal ik zelf of ik wanneer ik opsta en hoe laat ik opsta, als ik geen afspraak heb natuurlijk, en wat ik doe. Het is nu ook zondagochtend dat ik deze podcast opneem. Dus ik moet alles uit mezelf halen. En zeker toen ik weer alleen woonde, moest ik dat helemaal. Nou heb ik gelukkig twee katten die graag willen eten 's ochtends. Dus ik kon voor hun natuurlijk mijn bed uit. En het zit niet in me om de hele dag op bed te blijven liggen. Maar wel de ondertoon. En wat Sint-Janskruid daarin doet, is het setje geven. Het licht in jezelf geven. Het licht in jezelf brengen. En je bewust laten kiezen voor die lichte kant. Of niet. Ik heb ook cliënten gehad waarbij ik Sint-Janskruid geef en dat het niet werkt. Omdat die donkere kant dan te sterk trekt, te veel vertrouwen geeft. Het te spannend is om voor het lichte te kiezen. En dat dat dit moment nog niet het moment is. Dus het werkt ook niet altijd. Het werkt alleen, maar dat geldt voor elk kruid. Als je je eraan durft over te geven. Als je die stap durft te zetten. En ik geef nooit Sint-Janskruid alleen. Ik geef altijd meerdere kruiden, want je lichaam moet gewoon opgeschoond worden. Dus er komen ook kruiden voor je spijsvertering bij. Vaak het hormoonstelsel. De nieren. Veiligheid. Heel belangrijk om je ook veilig te voelen om aan het licht te komen. Dus het is niet alleen Sint-Janskruid dat ik dan geef. Dus daarom is het belangrijk om hier niet zelf mee te gaan experimenteren. Ook al zijn kruiden vrij verkrijgbaar. Wat ik overigens heel goed vind, want het is natuurlijk gewoon een product van de natuur. Maar je moet weten wat je doet. En anders. En weet je, je kan ook, wat er ook vaak gebeurt. Ik had van de week nog een cliënt die even weer in een dipje zat, in een terugval kwam. Deze vrouw heeft een burn-out, heeft twee burn-outs gehad. En is ze nu herstellende van de tweede burn-out. En we hadden de derde sessie. En het is een vrouw die van nature heel veel energie heeft. Heel vrolijk is. Gewoon heel veel vuur in zich heeft. Maar in de burn-out had ze letterlijk de eigen vuur opgebrand. En was dat er allemaal niet meer. Dus nou, ik heb eerst kruiden gegeven waarin ze weer haar vuur kon terugvinden. En nu de tweede cyclus van de kruiden heeft ze andere kruiden gekregen om haar basis te versterken. Alleen, wat er vaak gebeurt, is dat je dan ook jezelf tegen gaat komen. In dit geval heb ik geen Sint-Janskruid gegeven. Maar dat zou nu in dit geval wel, bedenk ik me nu, nog een mooie aanvulling erbij zijn. Dus als je dit luistert en je weet dat het over jou gaat, dan zou je
mag je even contact, of ik neem van de week even contact met je op. Ik noem geen namen. Maar maar wat ik hiermee wil zeggen is dat het niet altijd goed hoeft te gaan. De kruiden zetten iets in beweging. Sint-Janskruid zet iets in beweging. Zet iets, de donkere energie uit jezelf wordt naar buiten gedrukt. Of hetgene wat de neerslachtigheid veroorzaakt, wordt naar buiten gedrukt. En dat mag geheeld worden. En wat we dan vaak doen als dingen naar buiten gedrukt worden, dat denk ik, oh, daar is het weer. En dan gaan we erin weer in zakken. En dan kom je weer in die cirkel terecht. In plaats van uit de cirkel te stappen en te kijken van, oh ja, maar dat gebeurt er altijd. Ik maak nu een andere keus. En dat is wat Sint-Janskruid je ook kan geven, of wat elk kruid je kan geven. Een andere keus. En Sint-Janskruid doet dat heel sterk, omdat het op het licht-donker aspect werkt. En Sint-Janskruid laat je de vreugde van het leven weer voelen. Laat je echt het geluk in jezelf voelen. Het echt uit jezelf halen. En ja, dat is eigenlijk wat dit kruid het meeste doet. Echt je innerlijke geluk, je innerlijke zon weer aanzetten. En daarbij worden dus alle lagen die daar niet op trillen, want kruiden werken op trillingsfrequentie, wat daar niet op trilt, wordt losgelaten. Dus het verhoogt je trillingsfrequentie. Kruiden verhogen in zijn algemeenheid die trillingsfrequentie, omdat alles wat niet bij jou resoneert, wordt uitgedrukt. Alleen dat uitdrukken, daar zit vaak de bottleneck, omdat we er dan weer in vast gaan zitten, omdat we er dan waarde aan hechten, of dat we dan denken, oh, het werkt niet. En dan zakken we er weer in. En dan kom je in een vicieuze cirkel. En daar is het stukje begeleiding in nodig. Omdat dit zeker... Kijk, ik weet dit patroon. Dus als dit bij mezelf gebeurt, dan weet ik dat. Maar ik behandel mezelf overigens ook niet altijd hoor. Ik heb ook gewoon iemand die dit voor me doet. Of iemand die zegt, oh, ook Sint-Janskruid heeft een vriendin tegen mij gezegd. Je moet dit misschien maar even gebruiken. Is wel goed voor je. Oh ja. Weet je, mijn systeem komt daar ook niet op, omdat ik op dat moment ook even liever in dat donker wilde zitten. Maar omdat iemand anders dat tegen mij zei, ben ik het gaan gebruiken. En want ik wist gelijk, wel ja, tuurlijk, dat moet ik doen. En vanuit daar kan ik mezelf wel weer begeleiden, maar dat is mijn ervaring die ik heb. En dat is omdat ik al langer met dit beltje heb gehakt en weet wat ik moet doen. Maar als je dat niet weet, en de meeste mensen weten dat niet, dan trap je heel makkelijk in de oude valkuil. En dan werkt het niet. Dan kan het lijken dat het niet werkt. Dat is niet zo. Het werkt wel. Alleen kom je even in een dal waarin je een andere keus kan maken. En dat is reeds spannend, die andere keus. Dat is echt onwijs spannend. Dat weet ik uit ervaring. Maar het cadeau daarachter is vaak fantastisch. En daar zit de oefening in. Dat is ook de oefening in al mijn sessies. Daarin begeleid ik mijn cliënten. Ik geef nooit alleen maar kruiden. Ik kreeg laatste vraag van iemand die alleen maar kruiden wilde, maar niet de sessies. Ja, dat doe ik niet, omdat er een bijbehorende reis in hoort. En dit is die bijbehorende reis. En Sint-Janskruid laat echt die bijbehorende reis zien. En dat vind ik zo mooi. Sint-Janskruid brengt je echt van donker naar licht. En daarom zet ik het op dit moment ook heel veel in. Omdat we van donker naar licht aan het bewegen zijn. Ik zie Sint-Janskruid ook overal in de natuur staan. Omdat de aarde dat ook laat zien. Dus kijk ook naar de planten die je heel veel ziet. Of die opkomen in je tuin. Spontaan. Die willen je wat vertellen. Die willen je begeleiden op je reis. En woon je met meerdere mensen in een huis, nou dan is het voor jullie allemaal. En dat betekent niet dat je dat allemaal maar in hoeft te nemen. Als tinctuur of als thee. Het zou wel kunnen.
Maar begin al eens met gewoon het gesprek met een plant aan te gaan. Waarom het bij je is. Of tijdens, weet je wat ik zelf heb tijdens een wandeling. Nou ja, wat ik net zei, dat ik Sint-Janskruid nu heel veel tegenkom. Ik zie steeds meer kruiden natuurlijk. Het lijkt ook alsof er steeds meer opkomt. Het is natuurlijk ook hier in de omgeving zijn ze wel heel erg bezig om dat allemaal te laten groeien. En veel minder te snoeien en weg te maaien, gelukkig. Dus dat scheelt. Maar ik zie bijvoorbeeld ook heel veel klein akkerscherm. Amivis naga. En daar ga ik nog een keer een podcast over maken. Want Ami, ik noem haar altijd Ami, want ik vind het een leuke naam. Klein akkerscherm is een naam. Het lijkt op fluitenkruid. Het lijkt ook op wilde peen. Het is net wat anders. Het is familie van elkaar. Maar wat klein akkerscherm doet, is ons krampen. Het is de meest krachtige ontkramper die er is. Nou, ik fietste laatst van Amersfoort naar Soest. En dan fiets ik heel mooi langs de Eem, langs het water. En het stond helemaal vol. Dus er mag een hoop ontkrampt worden. Het was niet geheel toevallig, ook naast het ziekenhuis hier in Amersfoort. Maar ik zie het ineens overal. Het is me nooit opgevallen. Ik heb het afgelopen jaren nooit gezien. Maar we mogen ook met z'n allen uit die verkramping komen waar we tienduizenden jaren in hebben gezeten. En weet je, ontkrampen doet net zoveel pijn als de verkramping zelf. Of sterker nog, soms doet het wel meer pijn dan de verkramping zelf. Want hou je vuist maar eens eventjes een poosje heel strak op elkaar, zodat echt je nagels in je vel staan van je hand. En ga dan je hand maar eens ontkrampen. Doe dat maar eens langzaam. En voel maar eens wat dat doet. Gewoon in je vingers al. En dat is dan maar iets heel kleins. Maar het ontkrampen doet vaak meer pijn. En dat is het wat er met kruiden gebeurt. Of met eigenlijk alles in het leven. Maar vooral wat kruiden in beweging kunnen zetten. Is die ontkramping. Die verkramping eraf. De pijn eraf. Ook Sint-Janskruid. Die pijn van het donkerte eraf. Naar het licht. Dat vraagt een bepaalde ontkramping. Een bepaalde ontspanning. Een andere kijk op je leven. Andere keuzes maken wellicht. Dat je erachter komt van, oh maar, de omgeving waarin ik zit is toxisch. Mijn werkomgeving is toxisch, is giftig, is niet voedend. Is voedend voor die donkerte, maar niet voedend voor het licht. Ja, en dan kom je in fases dat je wellicht ander werk mag gaan zoeken. Of een ander huis als je constant irriteert aan je buren. Je kan je wel blijven irriteren, maar je kan ook voor jezelf kiezen en denken, ik ga een ander huis zoeken. Of bepaalde vriendschappen, of de relatie met je ouders. Of, weet je, en dat betekent niet gelijk dat je afscheid van mensen moet nemen, maar wel het gesprek aangaan. En voor jezelf gaan staan. En daar zit de reis. Het is niet dat als je een kruid neemt, dat het allemaal voor je wordt opgelost. Je zal het zelf moeten doen. Want hoe gek dat ook klinkt, wij met z'n allen hebben dit zelf ook veroorzaakt. Over het algemeen onbewust, dus het is niet om je ergens schuldig over te voelen of boos over te voelen. Maar de dingen die wij nu in ons leven ervaren zijn, is een gevolg van dingen uit het verleden. En daar mogen we zelf verantwoordelijkheid voor nemen om dat weer op te lossen. En daar helpen kruiden bij. En ik een beetje. En dat is, weet je, dat is een fantastische reis. Dat is echt, het is zo'n cadeau om daarin gewoon dichter bij jezelf te komen. En wat mijn ervaring is met kruidengeneeskunde, is dat het allemaal een stukje makkelijker wordt gemaakt. Een stukje lichter en dat het allemaal niet zo zwaar hoeft. Omdat je constant een ander perspectief krijgt. Het vraagt wel een beetje moed om daarvoor te kiezen. Voor dat andere perspectief. Maar dat gaat ook stap voor stap. Je hoeft niet in één keer je baan op te zeggen. Je kan ook eerst een keer een gesprek aangaan. Of kijken of er in je werk zelf wat dingen kunnen veranderen waardoor het beter voelt. Weet je? Er zijn heel veel lagen in. En dat gaan ontdekken,
En dat je dat zelf in de hand hebt, ja, dat is echt fantastisch. En dat kan je allemaal met een plantje voor elkaar krijgen. Of dat nou Sint-Janskruid is of een andere plant. Het is maar net welk kruid voor jou daarop past. Ik vind dat fantastisch aan het leven. Dat het zo mooi samenwerkt. En de aarde wil niets liever dan dat haar kinderen, wij, zijn kinderen van de aarde, gelukkig en in liefde zijn. En in licht zijn, in ons eigen goddelijke licht zijn. Dus we worden daarin ook echt geholpen. Alleen ja, mogen we zelf die moed hebben om dat ook te zien en daarin door te bewegen. Dus nou, dit is mijn rant over Sint-Janskruid en kruiden in zijn algemeenheid. Echt, ik wil het op je hart drukken. Ga er hier zorgvuldig mee om. Het is niet mijn bedoeling om iedereen bij mij in 1-op-1 sessies te krijgen. Dat zou niet kunnen. Iedereen, maar je bent meer dan welkom als je dat wel wil. Of gewoon een kennismakingsgesprek heb ik altijd. Hè? Gewoon een gratis kennismakingsgesprek kun je inplannen. Ik ben wel in augustus met vakantie, dus ik heb vanaf september weer plek. Maar mijn punt is dat er wordt vaak gezegd, baat het niet, schaadt het niet. En dat is namelijk niet waar. Het kan zeker schade toebrengen. Als je niet weet wat je doet. Omdat er processen naar boven gebracht worden. En als je niet weet hoe je met die processen om moet gaan. Dan kan het schade toebrengen. En dat is zonde, want dat is nergens voor nodig. Want de natuur brengt je geen schade toe. Alleen hoe wij als mens gevormd zijn. En bang gemaakt zijn voor de natuur. En bang gemaakt zijn voor onszelf. En voor onze donkere kanten. En voor al die pijn en angst en alles wat eronder zit. Wat naar buiten komt. Waar je helemaal niet doorheen hoeft. Als je daar een andere keuze in maakt. Maar wat we vaak doen is er wel doorheen gaan. En dan schaadt het wel. Omdat je jezelf dan steeds dieper ingraaft. Dus daar ben ik altijd heel zorgvuldig in. Probeer ik altijd zorgvuldig mogelijk in te zijn. Dat je dat weet. Tegelijkertijd is alles vrij verkrijgbaar. En mag je daar lekker zelf mee gaan experimenteren. Maar dan weet je wel dat je voorzichtig moet zijn. Je kan niet voor iedereen zorgen. Dus het is je eigen verantwoordelijkheid. Maar dan weet je wat er kan gebeuren. En nogmaals, dat is niet iets heftigs, zolang je maar weet wat je doet. Dus nou, ik ga deze podcast lekker afronden. Ik wens je een hele fijne dag en tot snel. Aho!